Ja, wat ach. Ja, wat, doe eens normaal, man. Wat ach. Ja, doe eens normaal, man. Dat is de... Ja. Lekker zelf dan wel. Dat heeft hij niet... Ja, jongen. En voorzitter, ja. Lezen voordat u wat zegt. Ik zou zeggen, doet u zelf eens normaal, ja. Meneer Wilders. Nee, doet u eens normaal. Normaal. Je kunt toch niet praten over de premier van Turkije als islamitische aap? Dat is toch een idiote uitspraak? Is gezegd. Dat heeft hij niet gezegd. Doe eens normaal en rustig, man. Nee, meneer Wilders. Ik ben hier volkomen rustig. Is het een beetje de... Ja, hoe zal ik het zeggen? De bedrijfspoedel van Rutte 1. En de heer Rutte, die loopt met u aan het lijntje, hier zo, hè, over straat. En u mag een keer keffen, u mag een keer tegen een boom aanplassen, u mag een keer bleren. Mevrouw de voorzitter, als de heer Wilders van plan is om mensen in onze samenleving zo te noemen, dan moet u dat nu vooral zeggen. Dan ga ik even achter op de gang staan. Hier weiger ik naar te luisteren. Als de heer Wilders dat wil, dan kan hij vandaag een einde maken aan dit kabinet. Doe eens normaal en rustig, man. U kunt ervoor kiezen om dit kabinet ten val te brengen. Dank u. U bent het schoothondje, de heer Cohen is het schoothondje van dit kabinet. Als de heer Wilders dat wil, dan kan hij vandaag een einde maken aan dit kabinet. Mevrouw de voorzitter, wij wonen in een mooi en sterk land. Maar we zijn ook onzeker geworden. Bestaat mijn baan straks nog? Ik denk het niet, Job. Mevrouw de voorzitter, als de heer Wilders van plan is om mensen in onze samenleving zo te noemen, dan moet hij dat nu vooral zeggen. Dan ga ik even achter op de gang staan. Hier weiger ik naar te luisteren. Voorzitter, de heer Cohen, de Sint-Job van de grachtengordel, als ik hem zo mag noemen, heeft onlangs het licht gezien. Nou ja, er is een explosie geweest. Dat is natuurlijk ernstig. Onderzoek is vannacht natuurlijk direct gestart onder leiding van het Openbaar Ministerie. Dat ondersysteem moet boven. Tweede punt is dat het werk gewoon doorgaat. Dus de president... En dat wil ik toch richting de minister-president zeggen. Ik ben de minister-president van dit land. Ik ben de minister-president van dit land. En u kunt allemaal de boom in. Belofte maakt schuld. Ik ben bereid om vanavond, hoe later ook wordt, u te helpen met uw koffers te pakken. Ik zou ook ontzettend boos worden als ik te horen zou krijgen dat ik de bedrijfspoedel van Rutte 1 ben. En ik in mijn achterhoofd weet ik dat dat waar is. Dat is natuurlijk ook heel vervelend voor degene die dat gezegd wordt. Het zal je maar gezegd worden. Je bent degene die aan een lijntje wordt uitgelaten, een keer kan keffen, maar uiteindelijk volg je het kabinet toch. En u kunt allemaal de boom in. Ieder zijn eigen stilo, je weet toch? Mevrouw de voorzitter, als de heer Wilders van plan is om mensen in onze samenleving zo te noemen, dan moet hij dat nu vooral zeggen. Dan ga ik even achter op de gang staan. Hier weiger ik naar te luisteren. Doe eens normaal en rustig, man.